Muziek maken over de hele wereld gaat niet meer. Mark Gilligan strijdt namelijk tegen de slopende ziekte MS. Om deze ziekte tegen te gaan is een behandeling nodig die niet in Nederland uitgevoerd kan worden. Daarom moet Mark naar Rusland om zijn behandeling in Moskou te ondergaan. Er is een crowdfundingsactie gestart om de benodigde €75.000 op te hoesten. Mede door een fantastische benefietavond in het Burgerweeshuis afgelopen zondag 27 oktober, is Mark hard op weg om het benodigde bedrag op te halen. Ik heb de ziekte van multiple sclerosis, secondary progressive MS. En ik ga een raar ding doen. Je kan het niet hier in Nederland doen. Ik ga voor HSCT-transplantatie. Wat? Ja, het is een stamceltransplantatie. En de kans is dat het remt mijn MS, de progressive van mijn MS. En ik ga in Rusland dit doen, in Moskou. Ik ben bezig met crowdfunding, want het is een ontzettend duur behandeling. Het kost ongeveer €75.000 in totaal. Maar ik ben boven halfway, so ik hoop naar vandaag dat ik kan de behandeling ondertekenen, de contract ondertekenen. En voor mij, dat is meer waarde, is de liefde wat je krijgt. Iedereen komt op dit reis met mij naar Moskou te gaan om dit transplantatie te doen. So, yeah. Maar dat is meer belangrijk, you know, dat je krijgt de ondersteuning van al. Just wishful thinking.